de organisatie is blijven steken in de schaal van weleer de kleine school, het kleine ziekenhuis en ga ze maar door, waarbij Raden van Toezicht niet meer en niet minder dan een rol speelde van het is een eer om naast een andere functie in het bedrijfsleven of in het maatschappelijk leven dat erbij te doen. Nou, die tijd is over en men is nu hoe langer hoe meer erachter komen dat dat echt fundamenteel tot problemen kan leiden. En dat toch alles is terug te voeren op het gevoel of het gebrek aan gevoel voor marktwerking en een goede governance. Dat mensen die in die sectoren werken te veel zich zijn gaan vergelijken met mensen die in de marktsector werken en waar hele andere normen en waarden gelden dan in deze sector. Dat moet terug, dat er iets van dienstbaarheid in die functies terug moet komen, zonder dat er steeds opnieuw alleen maar gekeken wordt naar wat houd ik er zelf van over aan het eind van de maand. Dat is toch een teken van in deze tijd die geen goede is en dat toch ook vormen aanneemt zoals in de financiële sector van iets wat alleen maar gaat over haal ik mijn bonus, haal ik mijn doelen en dat stakeholders er niet meer toe doen. Terwijl eigenlijk in de hele collectieve sector uiteindelijk alleen maar stakeholders er toe doen. En shareholders er eigenlijk niet bestaan. De shareholders zijn we allemaal samen, namelijk degene die belasting betalen aan deze of premies betalen aan deze instellingen. Maar mag ik het concreet eens aan u vragen? Wanneer heeft u voor het laatst nagedacht, kan ik dat wel declareren of niet? Heeft u die twijfel gehad? Iedere dag. Ik denk daar ik ben niet het braafste jongetje van de klas, maar ik denk iedere dag daarover na van wat ik doe, iedere voetstap die ik zet, iedere beweging die ik maak, die moet ik kunnen verantwoorden. En ik ga er ook vanuit dat ik daarin slaag, maar iemand die het is heel moeilijk om daar zeg maar het ultieme in te zoeken, maar ik vind dat je daar iedere dag over aangesproken kan worden. En ik ben daar ook mee bezig om daar anderen op aan te spreken, maar niet iedereen heeft dezelfde karakterologische eigenschappen, niet iedereen heeft dezelfde ervaring, niet iedereen heeft dezelfde retrospectie naar het verleden toe, omdat, ja, ik bedoel, ik zit hier niet van vandaag of gisteren, maar ik heb wel 35 jaar politiek verleden in Limburg en ik weet dat dat een open zenuw is in Limburg en dus moet je ook anderen daar een mate van alertheid in bij laten scholen, je moet ermee bezig zijn. Maar dat lukt niet iedere dag.